denk dat we maar over moeten gaan op de prijs uitreiken. We zitten natuurlijk slot op te wachten. Spannend het moment. Boom. Ervaring hoor. Ja, ik wil wel. Oké, vanaf de hoofdprijs gaan we gewoon beginnen. Nou, de hoofdprijs die stond voor het meeste aantal gevangen kuipers. De vorige wedstrijd was er één koppel die met kop en schouders bovenaan stond met 11 kuipers. Ja, gauw. En ja, daar is niemand meer overheen gekomen vandaag. Ondanks ze zelf niet zijn gevangen in deze wedstrijd. Ja. Zijn ze blijven gaan doen? Ik heb ze vanmorgen heel eventjes zweetje in de schoenen gezet. Ze zeggen dat ergens 13 kuipers waren gevangen. Dat was een reintje. Dus bij deze, Roland en Carlo van Dussen, die hebben de meeste kuipers gevangen. Ja, die winnen de hoofdprijs. Er waren 12,50 gulden. Winnaars met 11 kuipers. Ik heb het vorige wedstrijd ook al aangegeven. Nu met de prijzen, met de uitreiking van de voetbal. Sjaak van Penny die sponsort ons. Mede dankzij hem hebben we best wel een uitgebreid prijzenpakket en een geldpakket te besteden. Ik vind dat wel even een bordje over. Iedereen daar weet van. Verwacht je daar een applaus bij, toch? Sterke feestjes. Zet, Billy, kom. Zet, Lassie. En ook een t-shirt, een tweede t-shirt, dat hij belangeloos nog heeft geschonken. Ja, ik vind dat top, best wel top. Dus ja, dat is gewoon leuk. Oké, gaan we door met de volgende. De zwaarste carver. Ja, dat hebben we. Een heel mooi verhaal, hè? Ja. Ook ellende heeft veroorzaakt, maar zijn we uitgekomen. Ik heb hem. Op het even. De nacht was daar als eerste was een hele mooie spiegelkaarper gevangen. Van 22,4 ton. En vanmorgen was er een hele mooie schubkaarper gevangen. Van 22,4 ton. Ja. Aangezien we er wel moeite mee hadden met. Wat te doen met de prijs. Hebben we op een gegeven moment met de twee teams zijn tot overeenstemming gekomen om de prijs samen met hun te splitsen. Dus hebben we twee koppels voor de eerste prijs. Dat is Rick, Sanna en Lex. En Bas. Duizend wortels. Jongens, de tweede prijs, dat was de prijs voor het meest totaal aantal aan gewicht aan carvers. Dat is gewonnen door Erwin Kortekaas met rond met 66,2 pond. Dat was over 5 aantal vissen. Dus Erwin met rond, tweede prijs. En ondanks dat er een carve was gevangen van 85 centimeter, die al in de prijs is gevallen, gingen we naar de tweede lengte toe. De tweede lengte was 81 centimeter door Jeroen Beesma met René Lunebrug. De derde prijs. Gefeliciteerd. Ja, dan hebben we de vierde prijs, dat is voor het kleinste karpertje. Dan hebben we ook een, geen probleem, maar zo meteen met de prijs dus eventjes wat gaan doen. We zijn er zelf blij, maar de keuze is wat gaan doen. De twee koppels. De kleinste vis was 58 centimeter en 7 pond, allebei toevallig 7 pond en 58 centimeter. Het ging over het gewicht. Ja. Het ging over het gewicht, 7 pond. Daarna keken wij zelf naar het lengte.
Toevallig, misschien is het wel dezelfde vis geweest. 58 centimeter. De eerste keer is hij in de eerste periode of de eerste wedstrijd gevangen. De tweede keer is hij in de tweede wedstrijd gevangen. Dus misschien is het dezelfde. Nou, de twee teams, of de vier, de twee teams, twee gelukkige teams zijn Guus en Bep. En? Nee, Guus en Bep. 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 Moet je die naam vervatten? Guus en Bep. Maar we hebben even een dilemma. We hebben als prijs hebben we twee stretchers. Dus iedereen die nog geen prijs heeft gewonnen, die heeft nog kans. Hey. Voor de statistieken zijn, er is een totaal gewicht van 554 pond aan vis gevangen in de twee wedstrijden. Er zijn twee koppels. 554 pond. Ik had 300 kilo gegeven. Er zijn twee koppels die geheel niks hebben gevangen. Ik noem er geen naam. Vertel. Maar ja, verder, ik hoop dat iedereen het goed naar zijn zin heeft gehad. Wow. Ja, ik wil alleen zeggen, wat de prijsje betreft, we hebben nog 1, 2, 3, 4 prijzen voor dan? Ja. En dan die dan? 4 prijzen. En op het laatste moment hebben we het horen gekregen van de jongens van Intercarre. Die hebben ook een prijs geschonken. We hebben 150 gulden, 2 keer 75 gulden aan de bon te besteden bij Sjaken. Ook voor de tombola is hij erbij gegeven. Dat was hartstikke leuk. Qua sponsor. Dat ga ik even zeggen. En wij gaan zelf een verslag maken en wat dan op Intercard dadelijk te lezen is. Ja. Met foto's en dergelijke. Ik heb geen internet. Zijn er dadelijk foto's in de omloop? Die kunnen ook bijbesteld worden. Of bij geen foto's. Misschien ook leuk om zo te doen. Er komt wel informatie gevonden worden bij iemand. We hebben nog even één doel voor we gaan lopen. Ja. Er was een reglement opgesteld voor de eerste wedstrijd. Van een aantal punten waar we aan moeten houden. Het stond heel duidelijk bij. Bij niet eraan houden is je wisselkaart bestaan. Er zijn een aantal dingen, met name ook mensen wat eerder weg zijn gegaan. Nu zijn we er best wel laks in geweest, makkelijk, we moeten zeggen, we hebben een beetje door de vingers gezien. Maar eigenlijk, want voor degene die tot het einde blijven zitten, ook al zit ze op een kutstek, vroeg je er dan, nee, maar niet ook al is het rot, degene die blijft toch zitten, veranderen, is het best wel lullig om dan eerder weg te gaan. Dus bij de volgende wedstrijd, degene die zin heeft om mee te doen, gaan we toch strenger dan controleren en degene die eerder weggaat of geen omhakertjes mag. Of van de regels die wij hanteren. De regels die wij hanteren. Overtreden daarin is het disqualificeren. We proberen het keihard. We proberen